Illegaal vuildumpen langs de openbare weg of op openstaande percelen komt nog steeds dagelijks voor. Hoewel de afdeling vuilophaal en verwerking, VOV, van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie er alles aan doet om het geheel schoon te houden, zorgen de illegale vuildumpers ervoor dat ons milieu toch niet zo schoon blijft als wij zouden willen. Illegale dumpen van vuil komt nog elke dag voor. We hebben het in verschillende plaatsen in Paramaribo en Wanica. We vragen zoveel mogelijk de samenleving ons te helpen aan het verzamelen van kentekennummers, bewijsmateriaal, zodat we het kunnen afgeven aan de instanties die daar daadwerkelijk kunnen optreden tegen de vervuilers. Zij die zich schuldig maken aan het illegaal dumpen van vuil komen meestal niet uit het gebied waar ze het vuil deponeren. Wat wel vaststaat, is dat het vuil dat zij achterlaten voor overlast en stank zorgt voor de buurt. En al zeker in de buurt van een productiebedrijf. Wij zijn van Tropical Treta Industries en we ondervinden erg veel last op het terrein achter bij ons waar er vuil wordt gestort. Door mensen, ik weet niet precies door wie, maar we zien regelmatig auto's hier komen die huisvuil en grofvuil komen dumpen op een leegstaand terrein. En we ondervinden daar erg veel last van. En hoe ondervinden we last van? Door de stank die er ontstaat, uiteraard. Maar we zijn een ISO 22000 gecertificeerd bedrijf. En daardoor moeten we natuurlijk alles met insecten en ongedierte goed beheersen. En dat is bijna niet meer te beheersen als je elke dag er tegenaan moet vechten omdat er een vuilnisbelt achter je is. Dit is gewoon onverantwoordelijk en onmaatschappelijk gedrag. Want ik weet 100% zeker, en dat merken we ook, elke keer als we de mensen die vuil komen dumpen hier aanspreken, dan zie je dat ze weten dat ze iets doen dat niet mag. En ik leg ze het ook uit. Ik zeg, je klaagt wel de hele dag dat de overheid niks voor je doet, maar je creëert alleen maar werk voor die overheid. En hier gaat je geld dus naartoe. Dus we moeten dat geld gebruiken om betere dingen te doen. Maar dit moeten we opruimen, jouw huis vuil. Terwijl eigenlijk moet ik aangeven dat hier in de buurt vuil heel goed wordt opgehaald. We hebben totaal nergens last van. De afdeling VOV laat verder weten dat voor wat betreft de ophaal van huisvuil burgers hun vuil of veel te vroeg of te laat of soms niet op de ophaaldagen aanbieden. De ophaaldagen zijn in het noorden op de maandag en de donderdag, in het midden op de dinsdag en de vrijdag en op de, in het zuiden op de woensdag en de zaterdag. We vragen de bewoners hun vuil op de ophaaldagen om 5 uur te plaatsen, niet eerder. Mocht de vuilniswagen dan om 4 uur langs gaan, mogen ze altijd de afdeling op de hoogte stellen. Zowel Maatsen als Doekie doen een dringend beroep op de illegale vuildumpers dit onmaatschappelijk gedrag achterwege te laten. Dus ik denk mijn boodschap naar iedereen die vuil ergens anders dumpt is gebruik je verstand. Je weet dat je het zelf niet leuk vindt als je vuil bij jou op je erf hebt. Op dit moment wordt vuil overal in het land goed opgehaald. Het wordt op tijd opgehaald. Bied het normaal aan op de afgesproken dagen. Verpak het goed, sla het op. Als je grof vuil hebt, kan je bellen naar OW. Dat wordt op bepaalde dagen opgehaald als je dat wil. En ik bedoel, in het andere geval, bel met iemand die je vuil naar Onamimo moet brengen. Doe dat gewoon. Is jouw verantwoordelijkheid, het is jouw vuil, het is jouw troep. Zorg ervoor dat het goed wordt opgeruimd. Hier waar we staan gaat de ondernemer camerabeelden aan ons geven, zodat we het aan de DC kunnen geven om op te treden tegen de mensen. De afdeling vuilophaal en verwerking is tijdens werkuren te bereiken op het telefoonnummer 46 24 45.
Tot zover deze aflevering van Belicht. Tot de volgende keer.